Hallo, welkom terug bij onze wekelijkse Bijbelstudies. Ik ben Gabriel Porras en Daniela Goldemeester is hier in ons midden vandaag. We gaan door met de studies over Jezus Christus en de laatste momenten. En we komen vandaag op het hoogste punt en dat is het punt van de kruisiging. Dan willen we, voordat we beginnen, in gebed gaan. Lieve Vader in de hemel, we danken u voor de fijne lessen die u ons hebt gegeven. We danken u, Heer, dat u ook uw Zoon hebt gegeven die voor ons aan het kruis gestorven is. We danken u voor het grote offer. Wilt u helpen dat we het ook aannemen? Wilt u helpen dat ook deze les een zegen mag zijn voor iedereen die aan haar luistert? En we danken u dat u onze schuld vergeeft. Amen. Amen. De titel van onze les is de kruisiging. En dan is er natuurlijk het belangrijkste onderwerp, of een van de belangrijkste onderwerpen in het christendom. Omdat wij, het is het moment wanneer Jezus Christus, onze plaatsvervanger, voor ons sterft. Ja. Wat kunnen we zeggen over de kruisiging? De kruisiging is een hele vrede vernederende dood. Hè? Dat is echt een hele grote straf die aan het kruis geslagen werd. Het was echt een schande, zegt de Bijbel ook. Hè? En dat was ook een lijdensweg voor die mensen. Hè? Dat was een kwelling waar ze ellendig gingen sterven. Van verstikking, van pijn. Het was een afschuwelijke dood geweest. Ja, ja. Vernederend ook, want ze hadden bijna niks aan. Of ze heeft niks aan. Dat was in ieder geval heel weinig. Mm-hmm. Ja, ja. Geschiedkundigen zoals Josephus Flavius van die tijd en andere, de schriften van Seneca de Younger, die spreken over de kruisiging en hoe erg dat was en hoe mensen dan gekruisigd werden. Het is een Romeinse manier van straf. Dus in die zin is Jezus wel op een Romeinse manier gestorven. Maar dan zien we ook dat heeft ook te maken met een vervulling van een van de profetieën. Mm-hmm. Sowieso. Maar ik las ook dat in die tijd men werd volledig naakt gekruisigd. Dus we weten niet of Jezus op zo'n manier gekruisigd is. Wat we wel weten is Jezus wel de vloek op zich genomen heeft voor ons. Dus ja, als dat zo was dat hij naakt was gekruisigd en aan een paal of aan een kruis gewoon gehangen, zoals in Deuteronomium staat, was sowieso een vloek. Ja. De ergste vorm van straf was dat. Wat zo bijzonder is, het kruis is een symbool van de zon in de verschillende heidense religies. En dan zie je, omdat dan de straling van de zon, van het licht, dan maakt het gewoon een kruis. Als je dan soms dan door een glas of soms kijkt, dan maakt het zo'n kruis. En dan werd het zo gebruikt. Mm-hmm. Dus Jezus sterft op het symbool van het kruis, alsof de zon dan overwinning of hem had overwonnen. Ja. Maar eigenlijk door zijn dood heeft hij overwonnen. Ja. Ja. Ja, Satan dacht ja ook, Jezus wordt aan het kruis geslagen en dan zou hij zich vanzelf bevrijen en dan heb ik gewonnen. Ja, maar dan wist hij niet dat door de dood juist hij verslagen werd. En hij had ook niet gedacht dat Jezus het vol zou houden, tot het laatste moment. En hij liet ook mensen roepen, hè, kom af van het kruis. Je bent toch de Zoon van God, laat het dan zien. Ja. Heel erg als je pijn hebt, bijna stikt. Plus dat je niet alleen lichamelijke pijn hebt, maar ook geestige pijn. Omdat hij van zijn vader gescheiden was of een leegte voelde. Ja. En om dan niet daarop te reageren. Hè? Ja, klopt. Sommige mensen dan nemen dan echt letterlijk, zoals in de Bijbel staat, dan dragen het kruis. En dan dragen ze misschien wel kruisen. Ja. En dan denk ik van ja, dat is een middel waardoor Jezus zo vernederd en verlaagd is en waarom zou je dan zeg maar gebruiken om dan te laten hangen? Het is net alsof of ik dan het lijden van mijn moeder, die bijvoorbeeld gestorven is, dan zo nemen en zeggen van, om te denken aan het lijden van mijn moeder, dan draag ik de krukken weet je, iets wat bijvoorbeeld een ongeluk dan veroorzaakt heeft. Dan ga ik het gewoon overal meenemen om te denken aan de dood en het lijden van mijn moeder. Dan denk ik van ja, dat wil ik gewoon niet doen. Ja. Dan wil je aan je moeder denken op een andere manier. En juist als je weet dat het kruis gewoon het symbool is van de zon, dan wil je niet zeggen van, nou ja, ik ben christen, dus daardoor draag ik een kruis. Terwijl het kruis helemaal niks
te maken heeft met... Ja, het kruis dragen betekent ook eigenlijk niet een symbool met je meedragen, maar het betekent een last dragen. Precies. En zonder, zoals Jezus te doen, hè, met, zonder te klagen, zonder te mogen, in een oprechte houding waardig. Ja, ja, precies. Ja. En kijk, ja, als je gewoon een kruis doet, dan denk je meteen aan de dood. Weet je, van, en dan, dat willen we gewoon niet. We willen gewoon... En ja, natuurlijk aan de dood zelf, want Jezus is gewoon voor ons gestorven is, maar hij is opgestaan. En ja, goed, dat is een vreselijke moment van Jezus Christus. Misschien als we even praten over hoe kruisiging was. Hoe was het dan voor de mensen, de kruisiging op zich? Ja, de meeste mensen wat ik zo meegekregen, die werden ja niet zoals Jezus met een... spijken, hè? Ja. Gekruisigd, maar die werden met touwen worden die opgehangen. Soms, precies. Dat is dan minder pijnlijk, maar als je over nadenkt dat een spijker door je botten wordt geslagen, wat dat voor pijn veroorzaakt, dit is eigenlijk ondraaglijk. Ja. En om dan te lezen dat Jezus helemaal niet klaagde daarover, of geen vloek uitsprak, maar dat hij het geduldig droegen, dan is dat een wonder op zich. Ja, sommige, de andere vraag is, was het dan echt op zijn handpalmen of was het dan echt hier in de Bijbel zegt in de handpalmen gegraveerd, dus nou ja, goed. Maar ja, goed, dan zijn gewicht zou waarschijnlijk te zwaar zijn. Wij nemen aan in ieder geval dat Jezus dus aan zijn handen, laten we dan zo laten, dan het gewoon... Nou, daar, misschien ook net hier waar nog meer bood is. Precies. Wat net nog de handpalmen is. Precies. En dan was, ja natuurlijk als je zo hangt, dan kan je niet ademen. En dan was het dan natuurlijk elke moment als die persoon wilde ademen, dan moest hij dan met zijn voeten dan weer omhoog gaan. En dat was elke wreving dan met de... groffen en kruis, dan was het natuurlijk pijn. En de krampen en elke keer, elke minuut, elke ademen, dan was het gewoon vreselijke pijn van Jezus Christus. Dus dat we ook denken dat Jezus daarvoor ook twee keer gegezeld was. Ja. Dus, en een gezeling, dat is niet zomaar iets, de hele rug was waarschijnlijk open. Ja, als helemaal. We erover nadenken hoe afschuwelijk dat was. Zijn gezicht, je kon hem niet meer herkennen, waarschijnlijk door zoveel... bleek en besweet. En ja, dat is gewoon afschuwelijk. En inderdaad, en dat doornenkruis, kroon op zijn hoofd. Zou je kunnen afvragen, hoe kunnen mensen dat doen? Hè? Ja. Daar zien we dat het ook echt door Satan gedreven is om zoveel mogelijk eigenlijk pijn op te leggen dat het bijna niet meer draagzaam is, dat het onmenselijk is. Ja. Verschrikkelijk. Dan begrijpen we de rest van de les. Waarom is het zo dat mensen, dat de vrouwen aan het huilen zijn en ook dat Simon uit Cyrene dat doet. Ik lees de inleiding voor. En dat is een heel mooie inleiding. De liefde van God was Christus onderwerp wanneer hij sprak over zijn missie en zijn werk. Daarom heeft mij de Vader lief, zegt hij, omdat ik mijn leven afleg opdat ik het weer neem. Mijn Vader heeft u zo onbeperkt lief, dat hij mij nog meer lief heeft, omdat ik mijn leven gegeven heb om u te redden. Hij houdt van u. Hij houdt nog meer van mij, omdat ik u lief heb. En mijn leven geef voor u. De discipelen begrijpen deze liefde goed toen ze zagen dat hun verlosser schaamde, verwijt, twijfel en verraad doorstond. Toen zij zijn zielsangst in Gethsemane zagen en zijn dood aan het kruis op Golgotha. De diepte van deze liefde kan geen peiling doorgronden. Toen de discipelen het begrepen, toen zij het goddelijke medeleven van God inzagen, realiseerden ze zich dat het lijden van de Zoon in zekere zin het lijden was van de Vader. Ja. Ja, dat kunnen we ons ook voorstellen. De Vader die heeft de mensen heel erg lief. Mm-hmm. Maar hij heeft Jezus ook heel lief. Maar hij wil de mensen graag redden. En dan zegt Jezus, ik offer me wel op, zodat je hun kan redden. Ja. En daarom heeft God de Vader ook Jezus heel erg lief. Omdat hij die mensen van hier zoveel houdt verlost. Dat is ook te begrijpen. Dat vind ik heel mooi. Dat God zoveel van de mensen houdt. Ja. Dat Jezus zich offert voor ons, ja. De liefde van God is ondergrondelijk. En we zien ook hoe de Vader dan ook hier leidt. We gaan naar de eerste vraag. En dat is wat de soldaten daarna hebben gedaan toen Pilatus dan zei van... Oké, ik was mijn handen. Hier is iets die mens.
kruisig hem. Ja. Heeft hem laten gezelen, martelen nog een keer. En dan is het in de handen van de soldaten. En wat doen ze dan met Jezus? Ja, nou, ze gaan hem heel erg bespotten. Wat ik gelezen heb, ze bonden ook zijn ogen dicht en ze spuugden hem aan en zeggen raad, of ze sloegen hem en zeggen raad maar wie jou geslagen heeft. Ja. Heel erg. En hij kreeg een doornkroon op en een mantel om. Ja. Om het belachelijk te maken dat hij zich koning noemde. Ja, en dat is, ze gingen echt op zijn knieën om hem zogenaamd aanbidden en bespuugden hem. En het is vreselijk, de behandeling die hij krijgt nu van de soldaten. En deze mensen, die zijn goddeloze mensen, die nu in de... Ze gaan ook mee met de massa mensen die ook zo door de priesters en leiders van Israël, dan gaan ze ook mee en dan doen ze zulke dingen. Het is lichamelijke pijn en geestige pijn. En je staat er alleen voor, hè? Je staat er helemaal alleen voor. Helemaal verlaten. Hij had wel altijd nog zijn vader aan zijn kant, maar hij wist wel wat er zou gaan gebeuren. En dat hij op een gegeven moment helemaal alleen was. Het is wanhopig, is dat ook, om erover na te denken hoe Jezus het moeilijk heeft gehad. Hè? Ja. En wat ik nog wil zeggen, zo'n doorkroon op je hoofd, dat doet ook heel veel pijn. Hè? Je kunt je voorstellen, die prikken in je huid en het bloed loopt eraf. Ja. Als wij onszelf een keer... Want dan gaan ze hem nog een keer dan slaan. Ja. Op zijn hoofd. Ja, als wij ons voorstellen, we hebben ons een keer geprikt als je een roos in de hand hebt, hoe het pijn doet. Maar moet je daar een hele kroon op je hoofd wat erin drukt. Ja. Dat is echt afschuwelijk. En dat als een gezicht zo vaak geslagen is en daarna nog gespuugd van de mensen. En dan weet je dat de pijn en de krampen, zoals ik zei, doordat ook zijn hele rug dan opengeslagen werd. Ja. Verschrikkelijk. Dat is een hele vernedering is dat. Precies, een hele vernedering. Goed, en het tweede gedeelte van de vraag is, wat droeg hij op zijn gekneusde en bebloede schouders? En waar namen ze hem naartoe, nadat ze hem geslagen hadden, bespot en gond? Ja, eerst werd hij sowieso heen en weer gestuurd, hè? Jezus. Die werd naar, in het begin was hij van Annas naar Caiaphas, weer naar Pilatus, naar Herodes, naar Pilatus, weer terug. Ja. Twee keer gegezeld, dus Jezus was de hele nacht bezig, gespot, geslagen, bespuugd. Dan ben je al helemaal kapot. Ja. En dan word je, dan krijg je het kruis nog op je gelegd. Ja. Zwaar houten ruw, dat is niet zomaar een klein kruisje geweest, maar het waren grote kruisen. Ik weet niet hoeveel En er wordt niet zo mooi netjes staan, zo geschuurd, zo voor arme criminelen die hierop worden gekruisigd. Nee, het is gewoon grove ruw stuk hout. Ja. En dan moet je gewoon dragen. En precies. Ik bedoel, als je dat echt elke keer dan door het gewicht moet dragen. Je moet ook nagaan, je bent ook even zwak door die gezelingen. De meeste mensen vallen flauw als ze gegezeld worden. Hè? Tenminste, dat weet je uit geschiedenisboeken. Ja, ja. Dat heeft Jezus al doorstaan. Hè? Ja. Hij is al... Hij was een gespierde persoon, want hij is een timmerman. Dus hij is wel een sterke iemand. Dan kan hij wel wat aan. Maar we zien op een gegeven moment, en dan zien we de volgende vraag, dat hij niet meer kan en iemand anders wordt zomaar gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. Ja. Maar... Ja, hij kan wel wat aan, maar het is op een gegeven moment ook heel veel. Je hebt ook heel veel pijn gehad en bloedverlies, hè? Dat moet je ook niet vergeten. Misschien is je rug zo open dat je echt... Dat is afschuwelijk, want daar werd die last nog opgelegd. Dat last wordt op. En dat beweegt dus, dat gewicht, dat heen en weer. En dat hij weer moet tellen, zodat hij niet valt. Ja. Is gewoon niet te begrijpen. We kunnen ons niet voorstellen hoe moeilijk dat was. En dit is ook niet de ergste van alle pijn. Want de ergste is het innerlijke, geestelijke pijn en verdriet dat hij heeft. Dat zijn vrienden hem verlaten hebben. Dat zijn volk zoiets met hem doet. Dat hij alles om dit volk doet om hem te redden. En doen ze dit. Ja. Dat is het ergste van Jezus. Dat zien we later ook nog in de les bij de komende vraag. Dat Jezus ook verder kijkt dan het moment. Hè? Ja. Maar daar komen we later op te horen. Bij het dragen van de zonde vond ik zo interessant dat hij... In de doornenkroon, zoals we in andere video's hebben gezegd, draagt hij dan de gevolgen van de zonde. Want dat is doornen en diefstals die de zonde voorbrengt. Hij draagt de zonde van de mensheid op zich. En op dit moment moet hij dan dragen een boom of een hout of een boom. Mm. En dan denk ik ook aan het middel waardoor de mensen
gevallen is. Dus de verzoeking zelf, de boom des goeds en kwaads. Mm-hmm. Dan moet hij als het ware op symbolische manier dan ook dragen. En ook zijn menselijke natuur dan, dat alles komt aan het kruis. En dan gaat gewoon weg. Niet alleen gevolgen, middel, zonde, maar ook menselijke natuur, dus onze negingen. Dan wordt alles aan het kruis genageld. Dus er is ook kracht in het bloed van Jezus Christus. De kracht hierin om van deze elementen dan bevrijd te kunnen worden. Mm-hmm. Dat is heel mooi. We zien ook dat Jezus het kruis moet dragen. Dat is ook niet voor niks. Het kruis is ook een vloek. Hè? Ja. En hij draagt die zonde, die vloek eigenlijk van deze wereld. Ja. Dat is zo bijzonder. Ja. Oké, goed. Bijzonder om te zien. Hij wordt gekruisigd volgens Marcus hoofdstuk 15 vers 25 om 9 uur in de ochtend. Dat betekent dat alles wat hiervoor plaatsvond was tussen misschien 4 uur in de ochtend, vanaf Pilatus waarschijnlijk 4 uur in de ochtend tot op dit moment. En daarvoor weten we dat bij Annas en Caiaphas, die zijn het vanaf 12 uur in de ochtend toen ze naar hem hebben. Dus Jezus is non-stop van plaats tot plaats gebracht. Ja. En uiteindelijk om 9 uur in de ochtend wordt hij gekruisigd. En zo vroeg in de ochtend komt iemand naar de stad toe. Wie was deze persoon die naar de stad toe kwam, volgens de tweede vraag? Ja, dat en was... Wat moet hij ineens doen? Ja, dat was Simon van Cyrene. Hij had een stuk land. Ja. En het was waarschijnlijk net zo'n beetje de eerste oogst. De eerste vruchten werden rijp. Misschien was hij weer kijken of hij was daar al aan het voorbereiden voor de oogst. Wellicht sliepen ze daar ook. Ja. Maar dat was ja. in die tijd gebruikelijk, hè, bij de oogst, ja. dat ze daar ook sliepen met de knechten. Ja. Maar hij kwam eigenlijk, ja... Hij kwam in dat gebeurtenis. Hij werd er eigenlijk ingebracht. Hij is daar niet met opzet naartoe gegaan of zo. Waarschijnlijk was hij daar en die stoet kwam op hem af. Ja. En hij is ontzettend verwonderd over het schouwspel wat gaat gebeuren. Ja. En hij is eigenlijk voor medelijden. Ja. Hij is zo verbaasd wat gebeurt met deze man. Hij zelf gelooft niet, maar zijn zonen die geloven wel in Jezus. Dus hij heeft van Jezus gehoord. En waarschijnlijk alleen maar ook maar hele goede dingen, want zijn zonen geloven in hem. Ja. En hij is zo versteld, wat gebeurt hier? Mm-hmm. En die soldaten zien hem staan in zijn verbaasdheid, in zijn verwondering. En dan pakken ze hem en dwingen hem van, kom maar. Ja. En draag het kruis van Jezus Christus. Ja. Op dat moment heeft hij natuurlijk misschien niet begrijpen in zijn volheid. Nee. Waarschijnlijk later heeft hij dat helemaal door van wat het was en wat voor eer dat was en... Want op dat moment is een vernedering. De hele stad kijkt naar hem en hij wordt zomaar gedwongen om het te dragen. Ja. Iedereen wil Jezus dood en niemand wil dat kruis van een crimineel dragen. Nee. Dus het is gewoon echt een vernedering. En het is zo verrast. Waarom gebeurt het dan? Waarom moet ik het dragen? Misschien vroeg zich af. En zijn plannen worden veranderd. Hij ging waarschijnlijk naar huis om te eten of wat dan ook. Ja. En uiteindelijk begrijpt hij later... Wat het was. Ja, er staat ook een opmerking, hè? Ja. Het dragen van het kruis naar Golgotha was voor Simon een zegen. Ja. En indien was hij altijd dankbaar voor deze voorzienigheid. Deze bracht hem ertoe zelf het kruis van Christus op zich te nemen en blijmoedig deze last te dragen. Ja. Ja. Dus voor hem was het een zegen. Misschien niet op dat ogenblik, op dit moment, maar later. Ja. Ja, inderdaad. Want hij maakte Jezus ook mee. Hij bleef daar waarschijnlijk en hij zag... Hoe waardig Jezus was. En... Handelingen hoofdstuk 2 vers 10 spreken over die eerste gelovigen die gedoopt zijn. En die als gevolg van de Heilige Geest dan tot de geloven zijn gekomen. Die waren uit Cyrene. Ja. Cyrene is een van de plaatsen in Handelingen hoofdstuk 2. Dus goed, je zei dat zijn zonen gelovig waren. Mm-hmm. Dat klopt, dat kunnen we lezen uit... Marcus hoofdstuk 15 vers 21. Zijn twee zonen heten Alexander en Rufus. Dus aan de hand van de namen zie je dat hij echt een vreemdeling is. Ja. Hij is geen Jood. Dus het is klinkt Romeins zou ik zeggen. Klinkt Romeins. Ja. Of hij dan donker van kleur was of niet, dat weten we niet. Want er waren ook Joden in die regio en ook Romeinen ook in die regio. Van wie was hij? Weten we niet. Romeinen hoofdstuk 16 vers 13 zegt het groet Rufus. De enige reden waarom Marcus de naam Rufus zou noemen, is omdat het bekend was bij de christenen. En dus van, hij was er dan een van de zonen van Simon. Mm-hmm. Ja. De naam is wel Jood. Simon is wel een Joodse naam. Yeah. Ja, goed. Maar verder weten we niet over zijn afkomst of zijn
ras of zo. Nee, die konden alleen lezen dat het een vreemdeling was. Mm-hmm. En dat hij van Surene kwam, een streek bij Libië, toch? Precies, in Afrika, dus Noord-Afrika. Goed, we gaan naar de derde vraag. Ja. En dat is, welke gevoelens werden door sommige vrouwen geuit op dat moment? Ja. En, is hun reactie aan de hand van liefde voor de heiland of uit geloof voor hem? Of hoe komt het? Het is natuurlijk zo, vrouwen die zijn gevoelig, hè? Ja. Voor leed, die zien het. Moeten voorstellen, Jezus loopt heel veel mensen om hem heen en hij bloedt, hij is zwak, zweet op zijn lichaam, wit. Ja, die vrouwen die huilden natuurlijk, het deed hun zeer. Niet omdat Jezus de zoon van God was, want dat geloofde niet, maar het was menselijk medelijden. Alhoewel deze mensen wel door Jezus waren genezen. En anderen zijn door hem genezen, enkele hebben hun zieken en lijdenden bij hem gebracht. Mm-hmm. Dus ergens hebben ze wel van een ervaring met hem gehad. Maar volledig om hem aan te nemen als de zoon van God en als het lam Gods, hadden ze nog niet door. Nee, dus pas later. Misschien dan later dan. Ja, op dit moment zagen ze Jezus als een mens. Ja. Die echt leed en ze huilden om hem. Ja. Ze vonden het verschrikkelijk. Ja. En waarom hadden ze geen medelijden? Omdat de Bijbel zegt, een van de profetieën staat, dat niemand zo hem troosten of zo medelijden voor hem hebben. Dus hij zou alleen staan. Dus in dit geval is een andere soort van, een normale reactie. Maar ja, het was echt anders. Ja, en dan zien we ook, wat ik ook bijzonder vond. Jezus wist natuurlijk dat ze niet in hem geloofden als de zoon van God. Hè? Maar wat zegt hij tegen de vrouw? Want hij accepteert wel hun medeleven. Hij veracht hun niet. Hè? Mm-hmm. Er staat ook, hij verachtte hun medeleven niet. Maar het wekte hem een dieper medegevoel voor hen. Mm-hmm. En dat is dan weer Jezus, hè? Die liefde is. Ja. Hij lijdt, hij kan niet meer, hij kan niet eens het kruis dragen. Ja. Hij is helemaal kapot. En hij ziet die vrouwen huilen en hij heeft medelijden met hun. Ja. Want hij kijkt natuurlijk verder. Hij weet dat Jeruzalem op een dag verwoest zou worden. Ja. En dat deze vrouwen straks om hun kinderen zouden wenen of verdriet hebben. En dat ziet Jezus. En dat doet hem alweer pijn, mm-hmm. hè? Voor die vrouwen. Ja. Ja. Ja, en dat, ja. Het is echt... En dat is zo mooi. Jezus denkt niet eens aan zijn pijn. Hij denkt aan de toekomst van deze mensen. En hun pijn en medelijden. Want dan zien we ook verder in de volgende vraag. Vraag 4. Wordt hij gekruisigd? En dan gaat hij ook iets tegen de mensen zeggen. Of ik bedoel, dan denken we ook weer aan de mensen. En wat doet hij aan het kruis? Nou, hij is eigenlijk slap, zeg maar. Hè? Kan niet meer. En dan gaat hij toch nog... Ja, bijna zo fluisteren, vader vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Bijzonder. Ja, echt. Ja. Ik zie daar een vervulling van de symbool lam en priester. Hmm. Lam, plaatsvervanger, en priester, een bemiddelaar. En dat is wat Jezus op dit moment doet. Hij neemt de plaats van de mensen, alle zonden van deze mensen die rusten op dit moment op Jezus Christus. Dus ja, heren. Als ik dan hun zonde draag, vergeef ze. Mm-hmm. Dus kijk niet meer naar hun zonde en wat ze nu op dit moment aan het doen zijn. Want ik draag hun zonde. Mm. Maar ja, dan moet je natuurlijk de vergeving ontvangen. Ja. Dan moet je dat wel accepteren. Want anders, je kan wel vergeven worden van een boete. Ja. Maar als je hem nooit gaan halen, dan moet je het toch betalen. Of dan heb je geen bewijs dat het inderdaad zo gegaan is. We lezen ook zo makkelijk, Jezus die droeg hun zonde. Ja. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Dat kunnen wij niet voorstellen. Mm. Misschien iemand die iets heel ergs een keer heeft gedaan. Hè? Mm. Dan doet het je soms pijn dat je zoiets gedaan hebt. Dat, ja. Dan voel je dat hoe erg het is een last. Ja. Maar Jezus die heeft deze last nog veel, veel zwaarder gevoeld. Want hij heeft de zonde van iedereen gedragen. Ja. En dat ja. moet zo'n sterke last geweest zijn. En daar is hij uiteindelijk gestorven. Ja, ja. Klopt. Dat is erger dan lichamelijke pijn, denk ik. Die zielspijn. Hij had geen woord van vloek. Er staat in de opmerking. Hij had geen woord van vloek voor de soldaten die hem zo ruw behandeld hadden. Ja. Geen wraak werd geroepen over de priesters en oversten die zich verlustigen over het bereiken van hun doel. Christus beklaagde hem vanwege hun onwetendheid en schuld. Hij fluisterde slechts en beden om vergeving voor hen. Want ze weten niet wat ze doen. Als zij hadden geweten
dat ze hem die gekomen was om de zondige mensen te redden van eeuwige ondergang, overgaven om te worden gemarteld, zodat ze door zelfverwijt en afschuw zijn bevangen. Maar ja, ze waren nog niet zo ver om dat te zien en de priesters ook niet, ook zelf later niet. Nee. Nee, de priesters die waren uit de ver gegaan. Hè? Ja. Voor hun was eigenlijk geen weg terug. Ze hadden grens overschreden. Ja. Ja, het was voor hun te ver. Op allen rust de schuld van de kruisiging van Gods Zoon. En allen wordt vergeving aangeboden. Ja. Ja. Want hier staat ook nog, onwetendheid nam hun schuld niet weg. Ja. Want ze hadden Jezus als hun zaligmaker kunnen erkennen en aanvaarden. Maar het mooie is, zij konden Jezus nog aannemen daarna. Mm-hmm. Hè? Zij konden nog later herkennen, Jezus was de Zoon van God. En konden vergeving krijgen daarvoor. Dat is het mooie. Ja. Ja, klopt, natuurlijk. Dit is niet het einde voor hun. Nee. Het is een vervulling van de profetie, maar ja, ze kunnen daarna nog bekeren. En dan is het niks aan de hand. Ja. Dan Jezus stierf in hun plaats. Maar het is wel erg als je dan dat moet meemaken. Maar het einde was het nog niet. Nee. Maar ja, op dat moment bad Jezus voor hun. Ja. Dat is ook heel erg... dan zie je de liefde terugkomen. Ja. Zelfs stervende, onder pijn en lijd, bid je nog voor je vijanden. Mm-hmm. Wat heeft Pilatus gedaan toen Jezus gekruisigd werd? Omdat hij zo boos op zichzelf was, omdat hij dan het toegelaten had dat Jezus gekruisigd moest worden. Wat heeft hij gedaan volgens de vijfde vraag? Nou, hij heeft een bord boven Jezus laten plaatsen. Mm-hmm. En daar stond daarop Jezus, de koning der Joden. Ja. Ja. En dat was het niet in één taal, dat was in drie talen. Mm-hmm. Het was volgens de tekst van Johannes 19, 19 tot 22, dit opschrift, zodat iedereen kan lezen in Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijns. In die tijd waren ook heel veel mensen in de stad, hè? Uit heel veel streken van het land. En, iedereen zag het in zijn taal, de koning der Joden. Maar ja, waarom heeft hij dan zo gedaan? Ik bedoel, had het ook in Hebreeuws kunnen doen of in het Grieks... Dan hadden de Joden ook zelf op zich afgeroepen. Hè? Want de Joden zeiden, wij hebben geen koning, hè? Wij staan onder de keizer. Klopt. Ze wilden liever onder de keizer staan als slaven of zo, dan dat ze Jezus wilden accepteren. En het feit dat ze dus altijd een Messias wilden hebben die hen zo bevrijden van de macht van de Romeinen. Ja. En nu dat er iemand komt die Messias is, want dat weten ze en iedereen ziet dat Jezus de Messias is... En dan gaan ze hem kruisigen. Het feit dat daar staat de koning van de Joden, die nu aan het kruis hangt, was voor hun een bewijs. We hebben nu verkeerd gekozen. We hebben nu voor de keizer gekozen en niet meer voor de Messias. Dus dit kan niet zo zijn. Nee. Want we willen een andere koning hebben. En dan gingen ze naar Pilatus toe van, wil je dat wijzigen? Want dat wil niet zeggen dat wij helemaal geen... Dat vonden ze gênant. Dat vonden ze pijnlijk dat nu daar stond. Want dat hadden ze zichzelf belachelijk gemaakt. Precies. Maar Pilatus dacht van, dit is wat jullie zelf hebben geroepen. Kijk, jullie hebben je eigen koning gekruisigd. Wat zijn jullie voor volk? Ja. Zo kwam het over. En dat vonden zij natuurlijk afschuwelijk. Ja, misschien ook het feit dat ze hem niet herkennen als koning. Maar ook het tweede, en dan zien wij in de opmerking. Pilatus schrijft de gevoelens op die ze hadden uitgedrukt. Het enige vergreep was genoemd dat Jezus de koning der Joden was. Dat is het enige wat ze hadden gezegd. Ja. Het opschrift was in feite een erkenning van de trouw van de Joden en de Romeinse macht. Er werd gezegd dat ieder die zich koning der Joden zou noemen, de dood verdiende. Ja. Dus de priesters beseften wat ze gedaan hadden en vroegen Pilatus om het opschrift te wijzigen. Ze waren bereid om volgelingen van de keizer te worden, zolang als Jezus maar gedood kon worden. De nationale bestand, hun identiteit, hadden ze op dit moment opgegeven. Zolang als Jezus gekruisigd werd. Ze hadden ook waarschijnlijk nooit gedacht dat op het kruis te staan zou komen. Dat was voor hun een shock. Maar Pilatus heeft het met opzet gedaan. Nu wordt het daar. Vreemd, want hij, als stadhouder, hij herkent geen andere koning. Maar schrijft het daar toch... Omdat hij ziet van deze persoon was goddelijk. Dat hebben we ook gezien in de laatste les. Hoe hij dan ook bang was om te zien van wow. Dus hij is toch een goddelijk wezen. En dan dacht van hij is de koning van de Joden. En dan moet u wezen. Dan heb ik het zo geschreven dan blijft dit zo voor altijd. Ja. Ja. Ja.
We gaan naar de zesde vraag. En nu zien we dat er een andere profetie vervuld wordt. We zien zoveel profetie in het leven van Jezus. Meer dan 350. Ik heb geteld bijna 370 profetieën over Jezus Christus. In zijn leven, in zijn geboorte en nu in het kruis. Wordt alles vervuld. Zo bijzonder. Zo lang voordat Jezus komt. Welke is een van deze profetieën die hier wordt genoemd? Maar een van de profetieën is dat de soldaten zouden om zijn onderkleed dubbelen. Loten in feite, ja. En dat was natuurlijk een bijzonder gewand. Dat was in één stuk geweven. Ja. En ze vonden dat heel jammer om te verscheuren. Want het was in die tijd ook al iets bijzonders als het op één stuk was. Dat was toch een kostbaar gewaad. Jammer om kapot te maken. Nou, en daardoor heeft de profetie zich vervuld. Hè? Ze gingen moeten. Dan denk je van, waarom willen de Romeinen de onderkleed van Jezus Christus hebben? Ik bedoel, dan denk je van, maar blijkbaar was het gewoon van goed kwaliteit. Waarschijnlijk kostbaar, linnen of iets, goede dure stof. Dat je niet zomaar denkt van, oh ja, hier zijn de onderkleed van Jezus, gooi maar weg. Ja. Maar nee, ze wilden het per se hebben. Het was best een bijzonder stuk. Ja, Jezus als timmerman. Had hij waarschijnlijk ook de middelen, of hij had kleding opgegeven, goed. Ja, niet om opvallend te zijn, maar wel goed. Dat is ook misschien een les voor ons. Wat anders kreeg hij ook aangeboden op dit moment? Eigenlijk is deze vraag, komt het dan eigenlijk over 2 weken weer terug. En in Matteüs, in zowel Matteüs als Marcus, komt het 2 keer voor. Dat Jezus iets aangeboden krijgt. Wat krijgt hij aangeboden? Nou, in het begin, voordat de mensen werden gekruisigd, krijgen ze iets aangeboden om ze rustig te maken en te kalmeren. Dat ze niet tegen konden struppelen. Een soort narcotica of verdovend middelen. Klopt. Dat is dat. Dat lezen we dan hier ook. Dat was dan gal of murre genoemd. Mirre of gal, ja. Ja, en dat verdoofde. We kunnen ons voorstellen. Ja. De meeste mensen lieten zich niet vrijwillig kruisigen. Nee, dat was ontzettend pijnlijk. De natuur van de mens is dat je tegenstrubbelt. Ja, ja. Maar Jezus die nam dat niet. Ja. Maar dat was ook, dat is bijzonder. De criminelen namen dat graag. Omdat voor hun was goed tegen de pijn. Ja, tuurlijk. Ja. Dus voor hun was goed, voor de Romeinen was het goed. Maar Jezus heeft het niet aangenomen. Nee, ze werden suf daarvan. Ze kregen het allemaal niet meer zo mee. Maar Jezus wilde een heldere geest hebben. Hij moest volmaakt zijn voor het offer. Jezus wist wat daarvan afhangt. Hij wilde ook het bewust meemaken. En willen zien ook dat hij voor die mensen nog gebeden heeft. Ja, dat had dan niet gekund. Als hij, dan was het geen volmaakt offer. Dan had hij ook geen contact met zijn vader zo kunnen hebben. Tenminste, nog voor het laatste gebed. Het is volbracht. En vergeving vragen voor de vijanden. Dat was dan allemaal niet zo mogelijk geweest. Als je heel erg verdoofd en zuf bent, dan precies. Kan dat niet. Nou, er staat het in Matteüs 27, vers 34, de eerste keer voordat Jezus gekruisigd werd. En in Marcus 15, vers 23, voordat Jezus gekruisigd wordt. Wijn of een zure drank of een natuurazijn. En hij krijgt een tweede keer, en de tweede keer was het dan bedoeld zodat de criminelen langer zouden leven. Nou, in de opmerking wordt het dus dan, beide gevallen wordt het in één genoemd. En vandaar dat het misschien wel verwarrend kan zijn van, oké. Maar Jezus kreeg 2 keer aangeboden en geen van beide heeft hij gedronken. Nee. De criminelen namen sowieso de 2e keer niet, omdat ze wilden snel sterven. De pijn, snel. Of hangt het vanaf, want bij sommige mensen die langer, een paar weken dan aan het kruis hingen, die wilden misschien wel, of hadden de hoop dat de familieleden dan kwamen en hen dan van het kruis afhaalden. Dus misschien namen ze dat wel om dan weer langer te leven, weer verder te gaan. Maar Jezus heeft het dan niet. Ik weet niet of ze daarvan afgehaald konden worden, dan werden ook de benen gebroken, hè? Als ze dan uiteindelijk dat, afgehaald dat ook. Worden. Maar er zijn wel gevallen van mensen die weer afgehaald werden. Ja. En anderen dus inderdaad, zodat ze dood gingen of om te verzekeren dat hun benen werden gebroken. Maar de 2e keer was dan dus ook geen verdovend middel, hè? Het was dan een soort verfrissing, hè? Want het was een zure sap of een drank, zeg maar, azijn. Ja. Een zure drank in ieder geval. Het was wel een drank van ook soldaten dronken, hè? Dat was de drank van de soldaten, ja.
Ja, of dit wel alcohol haat of niet, dat weten we ook niet. Jezus heeft sowieso wel dat geweigerd. Als priester mocht geen alcohol drinken, dus dat om die reden ook niet. Voor verdere studie wil ik dat stukje voorlezen. Christus is onze verlosser. Hij is het woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. Hij is de bron waarin wij van alle onreinheid schoon gewassen kunnen worden. Hij is het kostbare offer dat voor de verzoening van de mens gegeven is. Het hemelse universum, de ongevallen wereld en de gevallen wereld en het bondgenootschap van het kwaad kunnen niet zeggen dat God ook meer had kunnen doen dan wat hij gedaan heeft voor de redding van de mens. Zijn gave kan nooit overtroffen worden. Hij kan geen liefde tonen die nog dieper gaat. Golgotha laat zijn kroningswerk zien. Het is aan de mens om te reageren op zijn grote liefde door zich de grootste redding toe te eigenen, de zegen van de Heer mogelijk heeft gemaakt voor de mens om deze te verkrijgen. We hebben in deze les gezien wat voor pijn en ellende en moeilijkheden en hoe zwaar dat voor Jezus was om te sterven en te lijden op zo'n manier als de ergste crimineel, terwijl hij dat niet was. Het kruis was niet van hem, het kruis was voor Barabbas gemaakt. De bespotting en alles wat de mensen hebben gedaan is gewoon een symbool van wat wij ook doen tegenover Jezus. En de pijn voelt hij ook nog steeds als we zondigen. En het is eigenlijk door mijn zonde, door onze zonde, dat Jezus aan het kruis hing. Dus het is niet aan de Joden te beschuldigen of aan de Romeinen te beschuldigen. Of het is aan mij. Ik ben. Het is door ons dat Jezus aan het kruis hing. En zo heeft hij dat gedaan om ons te redden. Hij nam onze plaats, zodat wij vrij konden zijn. Zodat wij een andere gelegenheid konden hebben. Ik hoop dat u en deze kans grijpt. En dat u een beslissing neemt om Jezus te volgen. En dat u ook een verbintenis met hem maakt om hem ook te volgen. Ik hoop dat deze les ook leerrijk is geweest en ons mag raken om ons leven aan Jezus te kunnen geven. God zegen en tot de volgende keer. God zegen.